Het is 2022, een gelukkig nieuwjaar allemaal. Ik kwam erachter dat dit de eerste video van het jaar is. En ja, dan moet ik wel eventjes iedereen de beste wensen wensen. Voor ons wordt het natuurlijk een heel bijzonder jaar. Ik kijk heel erg uit naar dit jaar. En ik hoop dat jullie ook een heel mooi jaar tegemoet gaan. Laten we vooral beginnen met deze vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is de week dat ik 29 weken, nee, 30 weken zwanger ben. 30 weken, dat is echt het einde van de zwangerschap gewoon. 40 weken, het zijn nog 10 weekjes. En tot de uitgerekende datum. Het begint een beetje, zenuwachtig te worden ervoor of zo. Niet echt zenuwachtig, meer zin in of zo. Ik heb een keer mijn vlog niet begonnen in mijn badjas. Dat is ook een memorabel moment. Nou wil ik mezelf niet te veel credit hiervoor geven. Het was dat Alex net langskwam. En ik niet in mijn badjas wilde rondlopen als Alex hier was. Alex heeft ons geholpen met de steenstrips voor op de babykamer. En ik zal even laten zien wat ze precies gedaan hebben. Oh, ik denk ik kom even filmen wat je gemaakt hebt. Jij bent al klaar. Nou, je hebt die onderste rand gedaan, toch? Die zit er vast nu. Voorbeeld. Ja, precies. Nou, dat is wel heel fijn. Maar ze daar ook opgedroogd zo. Oh, zo ja. Ja. Je kan dit zelf. Nu heb ik gezien. Kleding ziet er helemaal niet charmant uit, joh. Ik heb jou nog nooit zo hard zien opruimen. Spontaan, uit jezelf ineens. Even er komt een pakketje binnen waar Nikki heel erg naar uitkijkt. Ik ben gewoon toevallig het kastje aan het opruimen. Dit is trouwens mijn buikie. 29 weken zwanger. Update van de buik. Ik vind hem zelf nog wel schappelijk. Ik vind hem nog niet gigantisch. Ik hoop dat hij niet nog twee keer zo groot wordt. Dit, zo'n stukje mag ik nog. We gaan het zien. Iedereen zegt overigens wel tegen mij dat ze hem heel groot vinden. Maar ik vind het zelf dus wel meevallen. Dit is dus niet de goede televisie. Heeft nog wat haken en ogen om het om te wisselen. Ze hebben ons de verkeerde opgestuurd. En er is iets fout gegaan. Dus dat duurt maar even voordat het geregeld is. Ik hou nooit zo van klagen. En zo op vlog. Ik wil wel dat het realistisch is. Maar niet de hele tijd al mijn geklaag op mijn vlogs. Het is nu woensdag, dus ik ben nu officieel 30 weken zwanger. Dus we waren al iets eerder begonnen met deze vlog. Maar ik ben dus al vanaf maandag niet echt super fit. Maar het is een beetje gek, want ik ben misselijk, maar niet echt misselijk. Ik moet overgeven, maar ik moet niet overgeven. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel of zo. Ik slaap slecht. Gewoon eigenlijk alle kwaaltjes die ik helemaal tot nu toe nog helemaal niet gehad heb, die komen nu. En nu is woensdag en ik heb dit al vanaf maandag. De pijp is een beetje leeg van, even gewoon niet zo zeuren en doorgaan. Op een gegeven moment ben je wel een beetje klaar ermee. Dus ik hoop zo dat het beter gaat vandaag. Misschien zit ik ook gewoon in mijn treurbubbel, dat ik daar even uit moet. Hopelijk gebeurt dat met Oud en Nieuw. Dat is natuurlijk vrijdag. Op zaterdag is het Oud en Nieuw. Ik hoop het dan
goed gaat. Dat ik dan me een stuk beter voel. Dan ben ik ook weer onder de mensen. Dat vind ik altijd fijn. Misschien vind ik het ook wel lastig dat ik niet stream nu. Of wat minder. Ik heb dan deze week en vorige week minder gestreamd om mensen proefverlof te doen. En het is een soort wel verveling wat ik voel. Dat ik denk, oh, ik wil niet alles tegelijk doen, want dan heb ik niks meer te doen daarna. Heel gek, want ik kan best niks doen. Dan ga ik gewoon daarna niks doen. Nou doe ik nu niks, weet je wel. Dus dat wou ik eventjes delen in de vlog. Want ik heb het idee dat ik alleen maar deel. Ah, leuk. Het is ook wel echt heel leuk allemaal. Alleen nu eventjes niet. En het heeft niet echt een doorgronde reden of zo. Ik heb nog steeds heel veel zin in alles wat ik hiervoor zin in had. Alleen, ik zit gewoon niet lekker in mijn velletje en niet lekker in mijn hum of zo. Ik ga alle kerstspullen opruimen. Dat is wel wat ik ga doen. Want het is mij veel te rommelig in huis met al die kerstzooi. En de kerst is voorbij. Dus het mag nu spik en span worden in mijn huis. Dus staat op de planning deze week. En er komt een commode aan. Maar daar ga ik jullie later meer over vertellen. Ah, oh ja, ik voel me echt niet lekker. Sinds de Subbaton weet ik, 100% zeker welke commode ik wil. Dat is een Hemnes ladekast van de IKEA met 8 lades. Er zitten 4 in, 4 bovenin kleine lades en dan onder 2x2 grote lades. En die is wat groter, dat is eigenlijk het idee. Dat ik daar alles in doe. Dus er komt dan geen klerenkast bij. Dat had ik bedacht. En die wil ik in het wit. Want het bedje is ook wit. En ik wil gewoon dan mijn meubels allemaal dezelfde kleur. Alleen, die is uitgekocht bij de IKEA. Nou ben ik echt niet de moeilijkste. En wilde ik het liever op Marktplaats kopen. Nu is er iets gebleken. Dat de allerpopulairste commode is. Die er is, blijkbaar. Iedereen wil die kast als commode. Dus zodra er een op Marktplaats staat, wordt die meteen voor een hele hoge prijs, nou niet over de wat die kost, maar wel voor een hoge prijs verkocht. En ja, dus ik ben echt al 2 weken lang heel goed Marktplaats in de gaten aan het houden en iedere keer word ik overboden. Ja, dan moet ik het natuurlijk ook nog ophalen. Ze zijn niet allemaal in de buurt. Ik zelf kan ook niet zo'n kast tillen, dus het heeft niet zoveel nut als ik die kast opgehalen. Dus zitten nog wat haken en ogen aan om zo'n kast te krijgen. Nu heb ik er gelukkig eentje in Rhenen gevonden. Rhenen is niet zo ver van waar wij wonen. Dus vanmiddag, fingers crossed, gaan we een witte Hemnes kast ophalen met 8 lades. En dan hebben we hem binnen eindelijk. Fingers crossed, die dus niet nu nog gauw door iemand anders wordt weggekaapt voor mijn neus. Maar ze zegt dat ze hem reserveert voor mij. Maar ja, het blijft Marktplaats. Dus als iemand nou ineens €200 daarvoor gaat bieden dan, en hem meteen op komt halen. Dan hebben we denk ik, ja, dan zou ik hem zelf ook weggeven voor dat geld. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Want dan heb ik echt alle meubels volgens mij wel die ik in huis moet hebben voor de baby, heb ik dan in huis. Maar dat gaan we dus later vandaag ook nog doen. Jij vindt het wel fijn, hè, Nagini, dat ik zo ziekig ben. Kan je lekker met mij knuffelen de hele dag. Ze is helemaal in haar sas. Ja, hè, dat is leuk. Oh, wat ben jij een blije poes. Wat ben jij een blije poes. Ik heb een trucje hier in de babykamer. Dan doe ik zo. 1, 2. Oh, nog een keer. Dat ging niet goed. Het is Wingardium Leviosa. Tada! Daar is die! Mooi, hè? Ik ben er heel blij mee. En nu kan ik de kastjes gaan indelen en zo. Maar daar ga ik een andere video voor maken. Waar hoe ik de hele commode heb ingedeeld straks. Maar dat gaat nog wel even duren. Want hij moet eerst eventjes op temperatuur komen. Ja, dat klinkt heel stom. Maar hij is een beetje koud en vochtig, dus ik ga hem droog maken. Dus ik kan er nu nog niks mee doen. Maar hij staat in ieder geval. Ik ben zo blij mee. Want het is heel nieuwsgierig naar de
naar de kast. Nagini mag er niet op, hè? Zien jullie iets aan mijn boom? Die wordt op het moment afgetuigd. Ik heb alle ballen er al uit en slingers, want kijk hoe dood die is. Die naalden zijn gewoon bijna bruin. En krom. En ze hangen. Kijk hoe treurig de onderkant. Dus ik heb alle kerstspul al opgeruimd. Dus het is lekker. Dadelijk is het lekker opgeruimd en clean in mijn huis. Zo, ik heb die kerstboom mooi het huis uitgeflikkerd. Dat voelde goed, joh. Oh, heerlijk. Kijk eens wat. Ja, ik moet nog even stofzuigen, maar kijk al de ruimte ineens. Heerlijk. Helemaal blij mee. Pakketje. En nou heb ik eindelijk Nicky ook eventjes kunnen strikken om te filmen. Dat jullie niet alleen mij in de modus zien. Een pakketje voor het baby is dit. Zelf besteld. Niet gekregen of zo voor het eerst. En het is een aankleedkussen. Dit schijnt dus de best geteste aankleedkussen te zijn. Van Baby You. En hij is lekker groot en heel stevig en veilig. En dus hoog en lekker zacht. Test hem anders even. Ja, ik ga hem zo opleggen. Ja. En dan heb ik 3 hoezen ervoor gekocht. 2 badstoffen. Roze en een groene. En nog een groene, dat is geen badstof. Maar gewoon katoen. Super mooi. Dus die hebben we. Ik ga het helemaal uitpakken. Hier is de aankleedkussenhoes. Ik heb er inmiddels, of een aankleedkussen. Ik heb er inmiddels dus een hoes omheen gedaan. Ik heb 1 100% katoenen. En dan een roze en een groene badstoffen. En ik vind dat zelf altijd zo lekker voelen, hè, badstof. Dus ik dacht, dat is wel lekker voor die kleine. Ik vind het ook altijd wat warmer of zo. Dus dit kan ik al op de kast gaan leggen. Uiteraard moet alles ook nog een keer gewassen worden. Maar dat ga ik doen zodra ik de commode in ga richten. Dan ga ik eerst alles wassen. Tot die tijd laat ik alles nog eventjes ongewassen overal. Als het dan vies wordt, is het ook niet zo erg. Want het moet toch nog gewassen worden. Ik stond net op het punt om te gaan streamen. Want we hebben weer een pakketje binnen voor de baby. Dus ik ga eventjes deze openmaken. Deze is niet zo spannend hoor. Ik weet wat ik besteld heb. Bij Mama Loes was een aanbieding. Van een starterset van hydrofiele doeken en zo. En ik dacht, daar moet ik er heel veel van hebben volgens de uitzetlijst. Dus ik dacht, ik bestel ze maar gewoon meteen. Een hydrofiele starterset. Met 3 washandjes, 3 monddoekjes en 6 luiers. En daar heb ik er dus 2 van. Dus dan hoef ik die allemaal niet meer te kopen. Dat is fijn. Dan hebben we die ook weer gewoon binnen. Heel leuk. Heel chill. Ik hoop dat het een beetje goede kwaliteit is, maar volgens mij wel. Ze moeten wel even gewassen worden, want ze zijn nog een beetje hard. Nou, dit is zo'n hydrofiele luier. Even kijken of die gewoon op 60 graden inderdaad. Dat is wel lekker. En dan heb ik, dit zijn hydrofiele washandjes. En dan heb ik nog monddoekjes, ook fijn. Ik wil al die labeltjes eruit knippen hoor. Die vind ik lelijk, van Mama Loes. Het zijn best wel harde labels ook. Maar dat komt allemaal als ik de commode ga inrichten. Wat waarschijnlijk niet in deze vlog, maar in de volgende vlog gaat gebeuren. Dus keep you posted. Gisteren hadden we trouwens donuts gehaald. Er staat een Dunkin' Donuts tent in Tiel. Dus deze had ik gehaald. En vond deze wel leuk, omdat we een meisje krijgen, een roze. Hij is binnen. Dit is de goede maat. Gigantisch groot. Nou, wij gaan er nu mee aanlummelen. En als die staat, laat ik het zien aan jullie op vlog. Hey. Je ziet jezelf echt keigoed. Ik zie jou heel goed. Maar dat komt misschien door dat dingetje wat er af moet. Haal jij hem af? Ja. Oh.
Oh, altijd satisfying dit. Dit is leuk om te doen hoor. Het is het nieuwe jaar 2022. Een gelukkig nieuwjaar ook in de vlog. Ik heb het denk ik ook al online ergens gezegd. Maar we hebben gisteren oud en nieuw gevierd met vrienden. Ik heb echt heel veel zin in 2022. En ja, jullie kunnen je wel bedenken waarom natuurlijk. Ik heb een prachtig meisje op komst in maart. Of misschien komt ze wel februari als ze echt een beetje vroeg is. Dus het begint echt dichtbij te komen nu. Laat ik jullie even wat vertellen over oud en nieuw. Het vieren van oud en nieuw. Ik dacht, yes, ik ben sinds voor de eerste keer sinds mijn 16e niet dronken. Nou, dat is wel gelukt. Met oud en nieuw. Ik ben voor het eerste keer dat ik niet hoef over te geven op 1 januari. Dat is niet gelukt. Ik ging daar gewoon vanuit. Ik dacht, ja, ik ga niet drinken, dus ik hoef ook niet over te geven. Nu heb ik denk ik iets verkeerds gegeten of gedronken. Ik denk dat het alcoholvrije wijn was of appelpeersap, want dat is het enige wat ik heb gedronken en de rest niet en gegeten. De rest heeft ook gewoon hetzelfde gegeten als ik. Maar vannacht werd ik wakker om 3:30. En ik dacht, ik ga maar naar de wc, want volgens mij moet ik overgeven. Ik loop naar de wc, ik tik Nicky aan, ik zeg ik moet overgeven. En op het moment dat ik dat zeg, denk ik, oh dat had ik niet moeten zeggen. Sta ik dus op de gang. Ik denk, ik doe zo, huh. Nou, het komt er zo uitgespreid. Heb ik nog nooit gehad. Ja, met die buikgriep had ik dat ook. Dus mijn hele muur in de gang onder de kot, sorry voor mijn taalgebruik. Maar oh, wat vies. En nou ja, vervolgens in de wc, om de hoek was de wc, dus... De rest heb ik gewoon netjes in de wc kunnen spugen. Maar mijn hele maaginhoud ging gewoon blah, als nou. Ik dacht echt, dat meen je niet. Ben ik een keer niet dronken op 1 januari? Heb geen kater? Heb ik iets verkeerds gegeten of zo? Ik weet niet of dat het is. Of dat het is dat ik te veel oliebollen, weet je wel. Dat mijn maag overstuur was van al dat vet of zo. Ik weet het niet, maar... Het was in ieder geval een horror scenario, kan ik je vertellen. Nicky had wel wat gedronken, dus ik ga hem wakker maken. Hij me helpen, hij nog die kots van de muur halen. Echt super lief. Met zijn slaapkaterhoofd. En vervolgens heb ik een rijstwafel gegeten, een slokje water genomen en ben ik weer gaan slapen. En toen heb ik wel verder goed geslapen en nu voel ik me ook een stuk beter. Dus het zal niet een buikgriep zijn, maar... Oh. Wat een begin van het jaar. Oh, dat wil je toch niet? Nou ja, in ieder geval... ik heb net eventjes de muur zat nog steeds allemaal vlekken op. Dus dat heb ik schoongemaakt. Hopelijk is dat gelukt. Nu gaan we eventjes een rondje wandelen. Even wat frisse lucht halen. Ik ga denk ik toch stiekem al een beetje uitzoeken... hoe ik alles ga indelen in mijn nieuwe kast. Daar heb ik gewoon zin in. Dus die stapel naast mijn bed... daar ga ik zo zomaar eens eventjes lekker... mee aan de gang, want ik heb zin... Oh ja, ik heb gewoon een beetje nesteldrang. Laat het maar zo noemen. Gewoon een beetje nesteldrang. Dit is wat ik allemaal heb aan spullen voor de baby verzameld naast mijn bed. En ik heb het op mijn heupen gekregen. Het is 1 januari, goede voornemens. En ik ga het eventjes allemaal een beetje uitpakken en ordenen. En bij elkaar leggen. Want ja, waarom? Geen idee. Ik wil gewoon graag dat het een beetje geordend is en niet meer een stapel aan spullen. Bye.
even een momentje van alle rompertjes. Hier liggen alle kleertjes ook nog. Maar dit zijn nou alle rompertjes die ze tot nu toe al gekregen heeft. Heel leuk. Dus ik zie wel een soort kleurenpalet die ook in de slaapkamer een beetje, of in de babykamer voorkomt. Dus het is roze met groen. Ja, dat zie ik hier ook wel in terug. Ik heb twee van Ubisoft gekregen. Deze heb ik gekregen van Merle Luno, van Sanne Ing. En deze, ik weet deze dus niet meer van wie ik die heb. Ik denk van de zus van Nikki. Maar dat moet ik echt even navragen. Deze van mijn moeder, deze drie, was een pakketje. Deze heb ik zelf uitgekozen, maar van mijn moeder gekregen. Deze ook van mijn moeder gekregen. Deze ook van mijn moeder, trouwens van mijn ouders dan, gekregen. Die van Anne gekregen en die van mijn tante. Die hebben dezelfde uitgekozen. Dan hier, oh hier, die ligt hier helemaal onder. Deze heb ik van mijn schoonmoeder gekregen. Deze heb ik van Luno en Merle, Milo en Sjoerd gekregen. En deze hebben we zelf gekocht, denk ik. Als enige. Nagini, jij hoeft er niet ook op. Maar dit zijn dus alle rompetjes. Ik moet ze eigenlijk even tellen. Dan weet ik hoeveel rompetjes ik nu al heb. Het zijn wel allemaal lange mouwen. Behalve die kant. Daar heb ik er eentje met korte mouwen. Zonder mouwen en twee korte mouwen. En de rest allemaal lange mouwen. Nagini, jij hoeft er niet op. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Goed zo. Dus even tellen hoor. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rompertjes. Zijn niet allemaal dezelfde maat gelukkig. En ook niet dus allemaal dezelfde mouwlengte. Ik ga ze eventjes op volgorde leggen, denk ik. En dit zijn alle overkleertjes. Een paar sokjes. Boxpakjes, broekjes. Shirtjes en truitjes, jurkjes en mutsjes. De nesteldrang is een beetje begonnen. Ik heb gisteren alle kleertjes en rompertjes die ik had opgevouwen. En nu heb ik de rest naast mijn bed, die hele puinhoop naast mijn bed, heb ik dus uitgezocht. En alvast in de commode gelegd. Dat is niet dat ik dat het daar blijft liggen, want het moet allemaal nog gewassen worden. En het moet allemaal nog georderd worden. Maar ik kan wel even laten zien hoe het er nu uitziet. Dus die tassen daar, die zijn allemaal uitgepakt. Ja, hierbovenop ligt er ook nog een hoop wat nog een beetje uitgezocht moet worden. Maar alle pamperdingen die ik al gekregen had. Babyverzorging, dus bad en crème, buitcrème en zo. Mutsjes, speentjes, zoogcompressen, spuugdoekjes. Zelfs een flesje hebben we al. Sokjes, slofjes. Ja, dit is een beetje saai. Een klein laadje, er zit nog niet zoveel in. Hier heb ik even zo lang alle kleertjes ingedaan, maar dit ziet er natuurlijk niet netjes uit. Overal zitten de kaartjes ook nog aan, gewoon hoor. Maar dan is het in ieder geval in de kast. Hier ligt letterlijk niks, alleen een geurzakje.
En een deel van mijn jas, als de baby er is, kan ik die er tussen, zo'n tussenstuk. Kun je baby dragen in je jas. Hier heb ik alle doeken. Voor aankleedkussen. Gewone doeken. Van die lekkere doeken met zo'n mutsje eraan. Slaapzakje. Handdoekjes. En dan hier als laatste heb ik alle knuffels in gedaan. Voor nu. Dit is een beetje foto's en memory dingen. En wat hier of hier doeken. Dus nu heb ik alles in deze kast zitten. Ik moet zeggen dat ik de kast niet zo lekker vind ruiken. Dus die moet ik nog echt heel goed schoon gaan maken, denk ik. Hier is de schaar. Hallo. Het is de laatste dag van week 30. En ik wil jullie even laten zien wat Nikki heeft gemaakt op de babykamer. Het is namelijk het gordijn. Ik zal hem even naar beneden doen, als dat mij lukt. Even zwart doen. Op één hand. Zo. Kijk, en dan hebben we hier een mooi gordijntje. Hierna is hij open, van afstandje. En heeft Nikki helemaal in zijn eentje opgehangen. Ik ben echt trots. Kijk, zo is hij dicht. Maar hij kan ook andersom dicht. Ik wil dus nog wel over gordijnen eroverheen. Dan is het helemaal donker. Maar ik ben heel blij mee. Dus dat heeft Nikki goed gedaan. En nu had ik gevraagd of hij het ook op mijn gamekamer hadden we dezelfde gordijnen. Daar is hij ze nu ook aan het ophangen. Maar de eerste hangt al. Kijk, dan kan ik veel beter mijn belichting regelen op mijn stream. Oh, ik vind het echt zoveel mooier nu. Naast mijn bed is het gelukkig helemaal schoon. En hier is een stapel met allemaal tijdschriften die ik in de loop van de week heb verzameld. En waar ik nog niet toe aan ben gekomen om te lezen. Dus er komt vandaag weer een nieuw tijdschrift bij. Ik moet er echt een keer de tijd voor gaan nemen om dat te gaan lezen. Ik ben aan het streamen en toen kwamen deze bakjes binnen. De Maxi Cozy kwam binnen en het matras kwam binnen. En matrasbeschermer. Dus die ga ik straks na mijn stream eventjes goed in de vlog laten zien. Maar dan kan het de nesteldrang echt beginnen. Wat een papier komt erbij kijken bij alle babyspullen dingen kopen. Echt een hoop papier. Bankie. Dankjewel voor het kijken naar de vlog, jongens. Ik heb zo daadwerkelijk een afsluiting bij de vlog. Dat overkomt me niet vaak. Vaak vergeet ik het namelijk. Hey, thanks voor het kijken naar mijn video. Volgende week 31 weken zwanger. En dan gaan we lekker met de commode aan de slag ook. Dus ik hoop dat jullie volgende week weer kijken. En dankjewel voor het kijken.